Mijn vader had geen veehouderij bloed. En ik ook niet. Oma was van de koeien, opa was van de machines. Opa liep ook voorop met machines. Die had al eerst een dorsmachine en een balenpers. Het is van 40 naar 50 naar 60 en nu naar 70 hectare op rotaardappelen gegaan. De bedrijven zijn zo groot en complex. En die ene ondernemer moet zijn btw-boekhouding doen, die moet zijn certificering doen, die moet zijn spuitplan, zijn bouwplan, zijn jaarcijfers. Vroeger was het veel minder complex. 12 maanden nog een jaar keihard werken. Dat is gewoon ook 's winters 7 uur uit je bed. 6 uur eten en 's avonds nog even terug. Heel jaar door. Al die onzekerheden maakt het boer zijn misschien toch nog wel weer spannend of uitdagend. En gelukkig zien ook mijn zoons dat zo. Ik ben misschien op de leeftijd het is, maar soms dan zit je er echt wel eens over van is dit het nu? Moet het nou echt zo? Met al die extreme. Dus dat doet wel wat met je. Marges zijn klein in de landbouw. Dus er mag niet zoveel fout gaan. Dus het is toch wel onzeker. Nou, je moet dus kersen planten, joh, dan. Die kun je wel verkopen hier aan de weg. Mag dat, pa? Doen we wel een half hectare. Dus zo is dat begonnen. En dat is dus doorgezet naar 2 hectare onder volledige overkapping. Die vermarkt dat nu onder zijn eigen naam. Het is een mooi product omdat het vers is. We doen veel energie stoppen in het telen van de kersen. Dus met snoeien, bemesting, water geven. En dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan goede smaak en goede kwaliteit. En daar gaan we voor. Sommigen zeggen het lijkt hier wel het paradijs om zoveel vruchten aan één boom te zien. Zoveel. Ja, dan zeggen ze dat de natuur zo mooi is. En dan zeg ik ja, dat is ook heel bijzonder.